De groentjes, vlog 11. Gingen opschrijven en filteren die wij via YouTube ontvangen hebben, wilde ik het even ergens opschrijven. En toen kwam ik eigenlijk deze map tegen. We hebben dit boek toen gemaakt toen Myrthe in het ziekenhuis lag en alle familie en vrienden van ons langskwamen. En ja, nog steeds ontzettend dankbaar zijn dat ze er voor ons zijn en voor ons waren in die tijd. En hierin schreven of tekenen al die mensen die bij Myrthe waren, hoe Myrthe op dat moment was en wat er nodig was voor Myrthe, zodat wij ook konden werken. Kan ik een klein stukje even lezen? Myrthe had toen aanvallen, achteraf waarschijnlijk epilepsie aanvallen. En Myrthe sliep dus heel slecht. Een stukje van mijn moeder die bij Myrthe is geweest. En ook daarvoor iemand van onze kerk die bij Myrthe was geweest. En die schreef bijvoorbeeld op van hoe laat ze plasluien kreeg. Nadat ze heel erg aan het spugen was geweest. Maar dat ze ook lekker in een draagdoek heeft gelegen. Dat er medicijnen zijn gegeven en weer klaar waren. Maar ook dat Myrthe een kleine aanval, dus dat weer begon te huilen. Nou, mijn moeder had een hele leuke tekening gemaakt. 9:30 tot 7:15 geslapen heeft. En wie haalt het taart? Omdat dat echt een wonder was dat Myrthe eigenlijk de nacht ging doorhalen. Weet ik nog wel. En ik moet zeggen dat het mij eigenlijk best wel wat deed toen ik dit weer las. Dat het toch wel terug gaat naar een hele zware tijd die we hebben gehad. Ook wel mensen die, waarvan je het gewoon even niet meer wist dat ze... Ja. Zijn geweest omdat je gewoon zoveel. Je had gewoon 's ochtends, 's middags, 's avonds en 's nachts had je aflossing, zeg maar. En wij konden op een gegeven moment gewoon vrij binnenlopen wanneer we puff hadden of konden. Ja, dat is natuurlijk ook wel veel nog, want dan blijf je kind, maar. Ja, en bijvoorbeeld nu ook zo'n stukje van iemand die ook heel veel vaak bij Myrthe is geweest. En dat was ze dan om 8:30 's ochtends. Lieve Myrthe, toen ik binnenkwam, zat je lekker bij opa Menno net in bad geweest. Je bent heel lief en vrolijk. Nu, rond 9:00, ben je in slaap gevallen. Zo lief en ontspannen. Kun je uren naar kijken. Je rolt op je zij in je slaap. En dan met uitroepteken dan, van dat is knap. Om 10:40 werd Myrthe weer wakker, vrolijk en wel. De fysiotherapeut is langs geweest. Haar linkerbeentje is iets minder soepel dan haar rechterbeentje. En nu ik dit lees, is het eigenlijk wel heel toevallig, want dat is eigenlijk nog steeds zo. Myrthe's hele linkerkant is nog steeds veel minder soepel dan de rechterkant. Tijdens de oefening kreeg Myrthe een paar keer last van voedsel dat opkwam en raakte dan overstuur. Maar gelukkig duurde dat niet lang. Intussen produceerde ze ook een flinke poepluier. Na verschoning is Myrthe in slaap gevallen. En rond 12:10 in haar slaap kan zich zo heerlijk uitrekken alsof ze klaar wakker is. Tegen 1:00 werd Myrthe weer wakker en heb ik haar even op schoot genomen. Maar toen kreeg ze weer last van de voeding. Er kwam er een flinke golf uit. Dat was voor ons allebei volledig verschonen. Maar over 1:30 wordt het stokje overgedragen aan Wim. Lieve Myrthe, het was een leuke morgen met jou. Eigenlijk best wel bijzonder weer om dat zo terug te lezen. Ja. Ik ga vertellen hoeveel verschillende personen eigenlijk bij Myrthe was geweest. En dan met ons erbij, die er dan en alle familie, zijn er toch echt. Nou, 1, 2, 3, 18, 19. 20, nou echt zo'n 20 tot misschien wel 23 mensen die
op dat moment dagelijks voor meer te zorgen. Althans, elke dag wel iemand. En dat merken we nog steeds, dat al die lieve vrienden en familie voor ons klaarstaan. Ook al is het soms moeilijk, ook al vergeten wij nog wel eens wat of wat dan ook. En dat maakt ons leven een stuk fijner. Goedemiddag, het is nu maandag en het is 1:15 en ik ga met Myrthe naar de revalidatiearts en naar de instrumentenmaker. En we gaan daar spalken laten aanmeten, althans ze gaan haar beentjes gipsen om nieuwe spalken te maken. Ik ga jullie meenemen hoe dat gaat en Myrthe heeft er volgens mij ook wel zin in. Of niet soms, Myrthe? Ja? Krijg je straks weer lange warme beentjes met het gips, hè? Hey, krijg je straks weer lekkere warme benen met het gips? Ja. Ga je mee? Kom maar. Het is over. Ja hoor. Wat gaan ze doen, Myrthe? Ja? Vind je het leuk? Je bent een beetje verkouden, hè, boef? Ja. Een mooi sokje aan. Lekker. Potje met vet. Lekker vet. Ja, potje met vet is een leuk liedje, Myrthe. Volgens mij vind jij dat wel lekker. Ja, dat vind je wel lekker ruiken ook, hè? Hey. Die grote poten van je, Myrthe. De lange benen krijg je ook. Heb je niet van je moeder? Nee. Die heb je van papa, die lange benen. Ja. Ga je voet even inpakken? Ja, dat vind je niet erg. Misschien vind je wel lekker. Voetje van maken. Ga je wit voetje halen, Myrthe? Ja? Ga je wit voetje halen? Hé, hey, Draki. Ik vind het helemaal niet erg, hè? Helemaal niet erg, hè? Nee. Goed, man, je vindt het niet grappig. Ga je nou een boef uithangen? Ik zie het aan jou. Ja, je bent de boef aan het uithangen nu, hè? Een draak ben jij. Zo. Dan moeten we even wachten. Ja, hè? Even wachten met mama. Dat het hard is. Ja, even wachten met mama. Goed zo, dat is goed hoesten. Dat kan je ook wel. Ja. Zo. Dan gaan we even openen. Ja, jouw vraag. Nee, niet spugen. We gaan even kijken, Myrthe. Heb jij nog mooie... Wil je mooie plaatjes? Papa had het over helemaal één kleur, maar dat vindt mama niet leuk. En mama, wij beslissen, hè? Ja, wij beslissen. Wij beslissen. Wat je vroeger gehad. De hartjes had je nu. Gaan we eens even kijken, hè. Groene. Hé, hey, boefje. Die zwart-witte hartjes is ook wel leuk, Myrthe. Het is alleen geen kleurtje, maar leuk. Dat witte kan ook in een kleur. Dan echt? Oh, dat is wel leuk. Een verf bij doen. En dan heb je die witte, krijg je dan een bepaalde kleur. Dat is wel leuk. Zullen we die dan doen, Myrthe? Of die jeans, die is ook stoer. Ik denk dat we die hartjes doen. Wat wil jij? Ik denk roze. Die? Ja, laten we die gewoon doen. En dan nog de rondjes. Ja. Ja, de groene. Ja. Ja. Goedenavond. Het is vandaag donderdag. En het is 8:30. En soms heb je van die momenten en denk ik, oh, had ik het maar gefilmd. En eigenlijk had ik net een moment. Want Matthijs is dus bij Myrthe in de box gekropen. Vraag me niet hoe. Maar hij ligt erin. En die twee zijn nu echt flink aan het keten. Boem! Ja. Toch nog iemand die ik kan laten schrikken die dan lacht. Want als ik Sarah laat schrikken, dan heb ik de poppen aan het dansen. Nou, laat er nog een keer schrikken dan. Oh, spreekwoordelijke poppen dan natuurlijk. Is mama gek?
Doe! Hey, goedenavond allemaal. Het is vandaag zaterdagavond. Myrthe is lekker weekend weg en wij kijken ondertussen onze live nog even terug. En wij gaan straks lekker met z'n tweetjes gourmetten en nog de voice terugkijken. En we hopen dat we straks dit filmpje lekker online kunnen plaatsen. Zie je jullie ontstaan? Het is best wel mistig nog, hè? Ja, maar ik loop nog heel veel thuis. In other words, hold my hand. In other words, maybe kiss me. Feel my heart with. Waar ik ben, daar ben jij. Je bent eigenlijk nooit weg geweest. Als een schaduw volg je mij. Ik wil jullie weer bedanken voor het kijken van deze vlog. Ik zou deel, like en abonneer. En tot de volgende keer.